Jack de Gier, de 93ste minuut, is jullie de laatste tijd goed gezind? Ja, 90 plus 3 is 93, dus verdiende overwinning, vind ik. Had je ook het gevoel dat hij nog zou vallen vandaag? Aan de ene kant wel, hè, want ik vond dat we met name in de eerste helft een overwicht hadden en eigenlijk bijna niks weggaven. En we wisten dat hun gevaarlijk zouden zijn uit spelervattingen vooral en vanuit de omschakeling natuurlijk. Hè. Wedstrijdbeeld, wij op zoek naar de 1-0 of naar het doelpunt en hun profiteren vanuit de omschakeling. Nou, ja, daar hebben de spelers voor gewaarschuwd. Ja, we hebben heel lang gedacht, hij valt. Hè. Daarom hebben we ook wederom alleen gewisseld met Kees en de jongens vertrouwen gegeven in de ploeg. Alleen, als het dan richting 80ste, 85ste minuut gaat en hij zit er nog niet in, dan kan het wel eens zo zijn dat het een keer niet gaat lukken. En dat het dus 0-0 blijft in dit geval. Dan is het natuurlijk fantastisch dat hij wel weer valt in de 93ste minuut. Jullie creëerden behoorlijk wat kansen deze wedstrijd, maar hun doelman, Toluke, die stond een geweldige pot te keeper. Ja, goed, weet je, de eerste helft hebben natuurlijk 5 goede kansen gehad, waarin die met de punt van zijn teen eigenlijk alles eruit pakte. En dan weet je dat zo'n keeper in de wedstrijd groeit en alles mee gaat hebben. In de tweede helft waren er natuurlijk ook nog wat situaties in het strafschopgebied voor hem. En ja, wilde die bal er net nog niet in. Hè. Ik geloof net voor het doelpunt viel ook nog een soort van scrimmage of een richting veranderde bal. Dat weet je. Ja, je moet scherp zijn in alles, dus ook in de afwerking. Vorige week zei je bij het juichen is volgens mij mijn schouder uit de kom geschoten en ik had ook nog last van mijn knieën. Wat voor ontlading kwam er vandaag vrij? Nou ja, meer opluchting was het vandaag van dat hij toch gevallen is, weet je. Want ik vind ondanks dat het heel lang 0-0 is gebleven, vind ik gewoon een dik verdiende overwinning. Duidelijk op zoek naar de 1-0 en heel alert zijn. Ik moet ook echt complimenten maken voor ons, vooral ons centrale duo. Hè, want die staan wel ijzersterk te spelen en moeten continu scherp zijn in de omschakeling. Zonder anderen tekort te doen natuurlijk, want per slot van rekening ga je wel als team nog steeds op zoek naar de 1-0. En mooie goal van Tom Overtoom natuurlijk ook. Al met al weer een plekje gestegen op de ranglijst en 3 puntjes los in de periode. Nou ja, wat dat betreft liggen we op koers natuurlijk. Hè. En we krijgen nu komend weekend is een interland weekend. Kunnen we de schade wat gaan beperken in verband met wat blessures die we hebben. En hopen in ieder geval richting Telstar zoveel als mogelijk weer spelers aangesloten te hebben. Zodat we daar weer met een fitte ploeg naartoe kunnen. Dankjewel, Jack.